Hallo daar! Hallo! Oh, kijk nou! De hondjes zitten hier lekker te chillen. Allebei helemaal onder het zand. Kijk dan Nova, jongen. Oh mijn god, wat heb je gedaan, hé? Maar jij hebt rechtop gefilmd, hè? Vertical filming syndrome. Ja, maar... Ja mensen, mijn naam is Lars Wegson en Bombini bij deze nieuwe vlog. Ik ben hier samen met Roby en je gaat nooit raden wat we gaan doen. Goeie intro. Ja. Mensen, we gaan een lekker duikje maken. We zijn op het moment, waar zijn we? Alice in Wonderland. Alice in... Playa Kalki. En dit moet het mooiste strand zijn. Mooiste duikspot van Curaçao. Zeggen ze. Nou, jij bent er wel eens geweest, ik nog nooit. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan even ons setje opbouwen en dan springen we lekker het water in. Alice in Wonderland, is het een mooie duikstek? Ja, 100%. Is het waard om naar Westpunt hiervoor te rijden? Ook 100%. Alleen zou ik het volgende keer anders doen? Ook 100%. Wat ik volgende keer ga doen, dan ga ik samen met Claudia. En dan gaan we dus gewoon twee duiken doen. Want eigenlijk is het gewoon te ver rijden om één duik daar te maken. En het is eigenlijk zonde van je benzine. Dus mocht jij duiken en wil jij ook een keer hier duiken, plan dan gewoon twee duiken in. Want er zijn sowieso nog veel mooie strandjes op Westpunt. Nu moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb nog nooit verder gedoken op Westpunt. Dus het moet nog blijken. Ik sta hier met Claudia en de hondjes. En we gaan even iemand ophalen. Namelijk Birgit. En ik hoor net dat zij al er doorheen is. Oh, ik zie haar. Iso, je moet... Ik zwaai. Oké, maar wij moeten toch betalen? Of kunnen we er nog uit? Weet ik niet. Oh, we moeten. Volgens mij moeten we betalen. Dus wij komen naar jou. Oh, oké. Okay. Nou, we lopen even die kant op. Oh, heeft ze snel gedaan dan? Door de douane heen. Ja hoor. Waar kunnen we onze parkeerticket afnemen?
Daar zo, binnen. Er staat, staat fucking groot. P her. Oké, dankjewel. Yes. Succes. Oké, hondjes. Ja? We gaan even bericht ophalen. Joe. En even onze ticket betalen, want die hebben we nu wel getrokken. Hadden we net zo goed daar kunnen wachten. Maar ja, maakt het niet uit. Kan ze wel even met de hondjes even rustig knuffelen. Ja, want zij heeft geen idee natuurlijk. Nee, klopt. Ja. Ja, hier zo. Tegenover staat ze. Ja. Zie je dat? Ja. Hallo daar. Hallo. Oh, kijk nou. Cuties. Ja. Je hebt Fluff weggebracht en zij komt nu jou ophalen. Ja. Oh. Die is nog steeds zo druk als je hem kent. Oh, je merkt wel dat zij hem niet eens weet. Ja, klopt. En het voorbad. Lekker man. Hi. Loka, hoe is het? Ja, Loka. Goeie vlucht gehad. Kom. Hallo. Ja hoor. Is het een... Een golden. Sorry? Een golden. Ja. Meisje of jongen? Meisje. Meisje. Oh. Waarom? Ik zoek een jongetje voor mijn meisje. Ah. Nee, het zijn allebei meisjes. Oh, ze zijn allebei goldens ook. Oh, ja. Mooi. Ja. Kom, Nova. We oh ja, top. Wil je even vasthouden? Dan ga ik even afrekenen. Het was net een beetje chaotisch op het vliegveld. Het was echt druk trouwens. Niet normaal. Maar we werden ineens nog gevraagd of het een meisje of een jongen was, Fluff. Ja, alsof we hem anders hadden verkocht. Ja, ja ik dacht, what the fuck? Wil je hem jatten? Ja. Maar ze wouden mee fokken of zo. En ze had echt zo'n mini hondje in de hand, dat je echt dacht van, moet hij daarmee dan? Ja. Misschien had ze ook een golden. Maar kijk! Kijk eens even. Lekker aan het chillen met z'n tweeën. Hé, Fluff? Ja. Gezellig, hè? Zo leuk. Ja, ik denk dat ze je echt nog wel herkennen, hoor. Ik denk van wel, maar ik weet niet hoe het werkt. Ik heb natuurlijk alleen maar naar Schiphol gewacht. Jawel, hè. En één keer gezien bij de fokker. Oh ja, één keer wel gezien, ja, dat is waar. Nou, ik ben blij ook. Gisteren, de eerste dag van Bege dat ze hier op het eiland is. En we hebben een rustig dagje gehad. Alwel ik en Claudia, want Bege ging nog lekker op pad. En volgens mij lag ze een keer om 3 uur in bed, of niet? Ja, laat. lekker laat. Maakt ook allemaal niet uit, de eerste dag. We hebben de hondjes mee, want we gaan lekker uit eten. En dat doen we vandaag bij de Niffo Huts. Die zijn we natuurlijk laatst ook al geweest. En toen zei ik al, dikke aanrader om hierheen te gaan. Daarom zijn we er gewoon nog een keer, hè. En dit keer met de hondjes, want vorige keer hadden we andere hondjes gezien. We gaan even met de hondjes nog even bij het strand gaan we even spelen. We hebben om 5:15 gereserveerd, het is ongeveer 6 uur. Dus dan kunnen we de hondjes een beetje moe maken. En dan gaan we daarna lekker eten. Gaan we even lekker zwemmen, Nova. Kijk eens. Hoa. Die hond helemaal gek, jongen. Nee, valt wel mee. Ze kan daar nog staan. Ja, dan gaat ze daar de bal laten liggen natuurlijk. Nova, breng die bal eens even hier. Hier, Fluff ook even het water in. Ja, hier is het niet zo diep, dat is echt top. Gaat ze er achteraan? Nice. Fluff, ga je ook zwemmen? Doe maar, Fluff. Nou, denk het niet, Job. Hè? Ik denk het niet. Maar jij is iets dieper, jij hebt je dingen aan. Wat hè? Mijn zwembroek. Ja. Maar je hebt wel je telefoon in. Ja, dan moet je deze eigenlijk even. Geef maar een Birgit. Als het blaft. Fluff, kom! Oh, zie je? Ik weet niet of het ga jij eens iets dieper dan? Ja, normaal gaat ze helemaal dat niet. Lars is helemaal blij. Ja! Ja! Oh, stik me aan. Net maar. Ik doe even mijn shirt uit dan. Oh ja. Hey Fluff, goed zo! Nou, dat was de zwemsessie hier. We zijn nog lekker aan het spelen.
Dat is echt wel nice, want Fluff is dus nog nooit zo ver het water in geweest. Dus goede vooruitgang, Fluff. Echt trots op jou. Super nice. Nou, ik had mijn shirt ook maar even uitgedaan, want ik moest een beetje te ver het water in. Oh, lekker Nova. Jij wilt nog wel een keer, hè? Jij wilt nog wel een keer. Je bent niet moe te krijgen. Oh, Fluff gaat ook nog. Oh, kom maar Fluff. Fluff, goed zo. Huh? Ze zwom half, toch? Of niet? Ja. Ze zwom toch? Ja, toch? Oh. Nou, gaat helemaal goed, Nova. Even ademen. En dan kunnen we even lekker gaan eten. We hebben een mooi plekje gekregen vlakbij het water. Dus echt super top. We hebben ook zometeen de zonsondergang. Alleen er zit misschien wel een wolk voor. Dus dat zou jammer zijn. We zijn ook expres helemaal iets eerder gekomen om dit dan te zien. Dus dat is echt nice. De hondjes zitten hier lekker te chillen. Allebei helemaal onder het zand. Kijk dan Nova, jongen. Oh mijn god, wat heb je gedaan, hé. Gekkie. Hè? Oh, oh, oh. En Fluff heeft nog even gezwommen. Freaking baas. Maar helaas hebben we daar geen footage van. Dus ja. Jawel. Ik heb ja, maar jij hebt rechtop gefilmd. Hè? Vertical filming syndrome. Ja, maar... ik heb nog met die gefilmd dat ze het water in ging. Ja, klopt. Maar niet dat ze echt ging zwemmen. Maar dat heeft ze dus wel gedaan. Het burgertje was weer lekker hoor. Ik weet niet hoe jij hem vond, Birgit. Heerlijk. Ja, tuna burger. Was goed hè? Ja, was lekker. En jij had dit keer wat anders. De kipsatee. En? Was ook lekker. Smaakte naar de kip van de Truckie Pan. Ja, dus dat is sowieso goed. Ja. Dus helemaal top. We hebben net even een ijsje gegeten bij Dons in het Riffel. Toetjes niet zo. Oh, de toetjes. Nee, klopt. Ja, ik was helemaal vergeten joh. Nee, de toetjes hebben we ook gehad. We hebben cheesecake gehad. Ja, ik vond hem niet... Niet echt cheesecake. Nee, klopt. Dus dat was niet per se een aanrader. En je had de brownie uiteindelijk. Ja, die staat niet op de kaart. Nee, volgens mij niet. Maar het smaakt meer naar cake. Ja, ook niet helemaal. Nee. Dus, voor de toetjes hoef je er niet heen te gaan. Maar Niffo Huts zeker een keer bezoeken. We zijn ondertussen zoals ik... Ik wou zeggen dat het super mooi was. Ja, zeker. Ja, dat wel. Dat is echt top. Moet je wel een beetje op tijd gaan. Want anders... Is die al weg, zoals wij vorige keer hadden. Ja. Nee, inderdaad. Mooie zonsondergang. Je kan er echt super lekker zitten, dus zeker een aanrader. Voor de derde keer wat ik probeerde te zeggen is... We hebben net een ijs gegeten in Dons bij het Riffort. En we zijn even een rondje aan het lopen door Willemstad. En deze is dus blijkbaar nieuw. De Chiki... Of Chiki... Hoe heet het nou? Chika of Chiki? Chichi. Chichi. Ja, of Chiki. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Oh, wacht. Hier staat het wel, toch? Even kijken. Chichi. Deze is dus helemaal nieuw. Maar super leuk. Er staan dus allemaal herkenbare dingen op van Curaçao. Zoals hier de Pontjesbrug. En aan de andere kant hier zag ik net de Christoffelberg zit hierop. Willy Wood met de flamingo's. Hoe heet dit ook weer? De Sint-Joris-baai. Waar iedereen altijd aan het windsurfen is. Ja, super leuk. Maar wat was dit dan? Hato Caves of zo? Geen idee. Er staan echt mooie dingetjes op. Dus zeker even checken. Hadden we wel een mooi puzzel van kunnen maken in de escape game, maar helaas. De volgende, of die van de cruise. Ja, of we passen hem nog een keer aan en dan doen we hier nog iets mee. Want dit is wel echt super leuk om mee te nemen ook in de escape game. We gaan nog even een rondje lopen en dan gaan we denk ik even ergens op het terrasje ergens zitten. Want het is warm. Ik heb al met Claudia besloten dat we volgend jaar rond deze september, dat we gewoon lekker op vakantie gaan. Het is echt te warm nu. Geon, lekker hier. Nee, ja. Ja, hou je ze wel. Laat even ja, volgend jaar, september dan. Ja. Oh, het is zo warm. We gaan even wat drinken, mensen. Uiteindelijk nog een drankje gedaan bij de Pontjesbrug. Niet heel bijzonder, maar ja, je kan er een drankje doen. Volgende week in de vlog gaat Birgit beginnen aan haar paddy. Dus mocht je je afvragen hoe dat allemaal in elkaar steekt, wees er dan zeker bij. Nova, wat doe jij? Ik heb net dat ding uit het water gevist. En nu gooi je hem er gewoon alweer in. Bruh. In ieder geval volgende week dus de paddy van Birgit. Ik heb de eerste twee duiken meegefilmd. Dus mocht je je afvragen hoe dat allemaal in elkaar steekt. En wil je misschien ook binnenkort hier je paddy halen. Dan ga je de eerste paar oefeningen zien. Mensen, nogmaals sorry dat de vlog iets later online kwam vandaag. Hé, hey, je zit door mijn vlog heen te praten bro. Je pakt hem zomaar even zelf.
In ieder geval bedankt voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video vinden, doe even dat blauwe duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren, want volgende week om 4:15 staat er weer een gloednieuwe vlog online. Speciaal voor jou. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is ayo, te otro siman. Oftewel, doei. En tot volgende week, hè Nova? Nou, Nova geeft geen fuck. Adios.